Goedenavond allemaal, superleuk dat jullie er weer zijn. Ik hoop dat er nog wat meer mensen komen binnenstromen. Het is natuurlijk een aparte dag voor Doeding om dan live te gaan. Maar ja, we hebben gezegd, we gaan de eerste van de maand live. En vandaag is de eerste van de maand. Dus, ik ben vanavond live en ik ga voor jullie aan de slag met het nieuwe model van deze maand. Ik moet zeggen, ik ben niet heel erg origineel. Maar ik heb er wel weer mijn eigen variatie meegemaakt. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden en dat jullie daar ook mee aan de slag kunnen. Ik had alvast wat neergelegd, want we gaan vandaag wel weer met Mika werken. Hoewel ik het ook heb geprobeerd op een andere manier. En dat ga ik jullie aan het einde nog laten zien. En dat werkt op zich ook wel. Verder heb ik klaar liggen hier fluweelpapier. En dat is een stuk van... Even kijken of ik dat zo in beeld blijf. 21,5 bij 14,5. En die heb ik gerild vast op 7 centimeter. Dat ging eigenlijk per ongeluk. Dat had ik live willen doen, maar ik was aan het snijden. En toen ging ik ook meteen door met rillen. En ik heb hier eentje van 7 bij 14,5. Dus die komt straks hier bovenop te liggen. Dus ja, het wordt wel weer een simpel, makkelijk modelletje, denk ik. Deze ga ik even opzij leggen. Zo, want de Mika heb ik ook al op maat gesneden. Ik ga nu iets doen wat misschien ontzettend dom is. Omdat ik nu ga maken zoals ik hem nog niet heb gemaakt. Maar ik dacht, ja, weet je, ik ga toch even proberen of dat ook kan. Dus dat ga ik nu gewoon live proberen. Even kijken, als ik die hier neerleg, is die in beeld, hè? En deze ook. Zo. Goed. Ik heb hier deze twee stukjes. En daar ga ik mee beginnen om die allebei af te snijden. Jullie willen elke avond een live. Nou, ik zou zeggen, doe je best. Dat wordt wel heel erg veel voor ons, hoor. Ik wil best wel een live doen, maar ook ik heb mijn grenzen. En af en toe moet ik ook even verzinnen van, goh, wat moet ik nu weer gaan doen? Ik merk dat deze niet even groot zijn, dus ik hou hier even een klein snippertje vanaf. Zo, afgehakt. Dit doe ik graag, wat ik nu ga doen, doe ik graag met mijn hakkertje. Kan ook gewoon met een normale snijder hoor. Maar ik vind het zo iets makkelijker, dan weet ik zeker dat ik ze even, of precies hetzelfde snij. Ik leg deze op elkaar. En dan doe ik die even vast met een plakkertje. Dan weet ik zeker dat die niet kan gaan verschuiven. En die ga ik hetzelfde snijden en ik ga hem schuin snijden. En dan ga ik even denken hoe. Ik ga hem zo schuin snijden. Even kijken of ik in beeld ben. Nou, weet je, dit is echt. Dit ga ik niet uitmeten of zo. Dit is echt een beetje zo van: god, nou, dit ziet er wel leuk uit. En ik hak hem gewoon door. Nu weet ik dus dat deze precies even groot zijn. Zo. En dan kunnen deze even. Opzij. Tapejes opzij. Zo. Nu moet ik echt gaan nadenken van, goh, maar wat is dan nu mijn volgorde precies? In ieder geval dubbel vouwen. En eventjes aanduwen. Vind ik wel een hele leuke. Zo. Ja. En dan heb ik hier heb ik al een achterkantje gemaakt. En ik heb hier alvast een stukje mica gesneden. Nou, dat achterkantje en dat stukje mica, die zijn in principe 14,5 bij 14,5. Alleen heb ik hem aan de bovenkant net ietsjes korter gesneden. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Het is... Dan moet ik hem wel precies op elkaar leggen. Oh, het is wel heel erg weinig. Even kijken hoor. Ha! Heb ik nou mijn biertje gedraaid of niet? Ik dacht echt dat die korter was als mijn basiskaart. Heel klein stukje. Ik ga er even een klein snuffetje nog afhalen. Want anders dan gaat hij zo niet werken. Zo. Ik had voor mezelf aan de achterkant had ik even opgeschreven van die wil je aan de bovenkant. En daarom wist ik ook dat de zijkant netjes 14,5 was en dat dit de kant moest zijn die iets anders was. Zo, kijk. Nou is die ietsjes kleiner. Maar dat vind ik niet zo heel erg, want dat ga je straks niet zo heel erg zien. En dat gaat wel de techniek dadelijk vermakkelijken. En ik ga straks deze eraan vastmaken.
Ik heb zojuist bedacht hoe ik ga beginnen. Zoals ik al zei, ik ga nu anders doen als wat ik gewend ben. Dus ik moet eventjes ook zelf kijken van, goh, hoe doe ik hem dan? Nou, ik heb nou mijn mica aan de onderkant even vastgelegd op mijn kaart. En dan weet ik dat hij hier aan de bovenkant helemaal netjes zit. Dan pak ik tape. En dan doe ik een reepje tape aan de bovenkant van mijn mica. En ik doe een reepje tape op de rand van mijn kaart. Zo, dat dit straks als ik hem dichtklap, plakt dat mooi aan elkaar. En dan weet ik dat alles gewoon op de juiste plek zit. Oh. Ik heb straks ook nog een andere manier waarop ik de kaart ga maken. Of waarop ik hem eigenlijk steeds heb gemaakt. Alleen dan kost het iets meer papier. Dus ik dacht van, nou, ik ga het gewoon proberen. Oh. Ik ga nou toch mijn mica zitten verschuiven. Nou, tjus. Dat knippen we zo weg en dan zien we dat niet meer. Zo. En dan gaan we straks hier aan de onderkant gaan we dan deze plakken. Dat ga ik wel nu meteen doen. Want dan kan ik zien hoe ik straks mijn onderdelen wil gaan hangen. Zoals ik al zei, het is geen nieuw model. Maar ik heb er wel mijn draai aangegeven en dat voelt dan wel weer leuk. Ik zie dit, ik heb dit vaker gezien en dan is dit recht met Mika ertussen. En ik dacht van, hé, maar schuin is ook leuk en dat is lekker speels. En dat is weer net even wat anders. Even kijken, ik hou hem een beetje schuin zo omhoog. Zet ik nog een beeldje. Beetje schuin omhoog. Goed erboven en dan laat ik hem vallen. Kijk, zie je, ik heb hier net een reepje. Ik heb gewoon mijn mica schuin gesneden. Die ga ik eerst afknippen, want nu zit er nog niet zo heel veel laag aan. Ik doe dit op zijn kop. Want dan kan ik namelijk, hè, dan ligt deze kant van de schaar ligt precies tegen mijn kaart aan. Waardoor ik heel makkelijk dit weg kan knippen. Echt mijn heel dun sniffertje. Zo. Ik heb net een klein stukje. Ja. Zo, kijk. Dit is eigenlijk de basis van het idee. Dat je dus zo'n doorkijkkaart hebt die je dan ook zo rechtop neer kan zetten. Dat is natuurlijk moeilijk te laten zien tijdens een live. Maar laten we zeggen dat die zo komt te staan dan. En ik heb bedacht dat het super leuk is als je daar ook iets tussen hangt. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb al het een en ander voorbereid. Ik heb hier allemaal losse onderdelen liggen. Gaat het? Ja, ik ga dat veilig daarheen schuiven. Ik ben aan de slag gegaan met kerstballen van Carlijn Design. Hele leuke set met ronde ballen. Een beetje, nou ja, weet ik, een beetje eivormig. Sterretjes. En hier echt een nou ja, klassieke kerstbalvorm. Ik heb besloten dat ik vandaag aan de slag ging met de ster. En dan heb je ook een heel leuk ophanghaakje erbij. Hier heb ik er al eentje in elkaar gezet zoals ik hem wil gaan gebruiken. Dus dit is het idee hoe die er straks uit gaat zien. En daar ga ik nog een tweede van maken. Oh ja, dat wil ik nog laten zien. Ga ik eerst nog even laten zien. Kijk, er zitten dus bij die set zitten ook allemaal onderdelen zoals kerstboompjes, hartjes, sterretjes, driehoekjes. En die kun je dan dus uit je sterretje of, nou ja, welke bal jij ook gebruikt, kun je die uitstansen. En dan kun je dus heel leuk zo'n dubbel effect meemaken. Alleen, omdat ik een hele drukke achtergrond heb gemaakt, dacht ik van, ik moet het rustig houden. Dus ik heb hem helemaal wit gehouden. Met alleen wel dit, nou ja, dit stukje stans, wat dan een glimmertje voor moet stellen. Die heb ik er dan wel bij gedaan. En dan is het eigenlijk gewoon, nou ja, de basis, ster, dat glimmertje en dan het ophanghaakje. Aan de achterkant heb ik alvast een stukje tape gedaan. En ik heb hier heb ik een tweede. En die is dan nog blanco. Dan haal ik dit even opzij, want dan werk ik boven zwart. Kun je niet beter zien wat ik doe. Nou, daarvoor heb ik al een stukje touw gepakt. Dat stukje touw ga ik hier aan vastmaken. Zo. Ik ben ondertussen nog steeds aan het verzinnen of het wel handig is als ik het nu doe.
of mijn nieuwe of mijn omgekeerde methode echt wel zo handig is. En daar gaan we achter komen. Even kijken. Ik gluur ondertussen even terug. Nee, er staan nog geen vragen. Ik denk ineens, oh, laat ik vast even kijken. Mijn tweede ster ga ik op de achtergrond doen. Mijn lamp. Mijn lijm lag op zijn kant. Dat doe ik nooit. Moet ik gewoon wachten tot de lijm erdoor komt. Kom op. Hallo. Nou. Nou. Geen geduld voor. Ik pak gewoon vast de volgende. Ik pak even mijn reserve. Nee, deze doe ik het op. En dan let ik op dat ik wat lijm aan de zijkant doe van het touwtje. En verder gewoon rondom. Dit kan ook met tape, maar ik vind het net handiger om dat gewoon weer nat te doen. Want dan kun je net nog wat meer eventueel wiebelen. Dan sluit je hem nu af. En dat doe ik dus om te zorgen dat je dus nu niet meer ziet dat dat touwtje ertussen zit. En daarbij zit hij dan gewoon super vast. Of tenminste, je ziet wel dat touwtje ertussen zit. Maar je ziet niet hoe die vastgemaakt is. En dat vind ik altijd wel fijn. Zo, ik ben altijd erg van het verbergen van je technieken. Vind ik altijd leuk als mensen eigenlijk niet kunnen zien hoe je het precies hebt gedaan. Ik doe mijn touwtje hier nog even doorheen, want dat heb ik bij mijn andere ook gedaan. Ik heb mijn haakje net iets omgetikt, waardoor die gewoon echt recht naar boven gaat strakjes. Zo, en dan had ik een sterretje of een strikje erop gemaakt. En daar heb ik mee vals gespeeld, want eerst zat ik hier omheen. Zal ik zo te vouwen en een strikje maken. En dat gaat dus echt heel onhandig. Dus, wat heb ik toen gedaan? Ik maak altijd twee lusjes. Die rol ik over elkaar heen. En dan maak ik daar mijn strikje van. Nou, even lekker spelen. Dat hij lekker strak wordt. En dat ik hem even... ongeveer even lusjes heb. Zo. Kijk. Ietsjes groter. Ik doe ook altijd graag even mijn vinger er een beetje tussen. Want dan blijft hij lekker bol staan. Dus ik prop even zo mijn vinger ertussen. En dan weet ik ook van, oh ja, dat vind ik wel een leuk maatje. Zo, blijft hij mooi bol staan. En dan plak ik die hier op. En dat doe ik dus met een glue dot. En dat vind ik echt super makkelijk werken. Dit zijn echt hele kleine gluedotjes. Ik weet niet of jullie die kunnen zien. Misschien als het licht er zo een beetje schuin opvalt. Maar het is echt een heel klein gluedotje is het. Die plak ik op mijn ster. Even kijken waar die komt. Hier. Oh, gaat eraf. Hier. Dus die heb ik aan de bovenkant van mijn... haakje gedaan. Of ja, mijn haakje, mijn ophangdingetje, weet ik hoe dat ding heet. En daar duw ik gewoon mijn strikje op en dan zit hij gewoon vast. Zo. Even kijken. Ik zie de staan, zakt de kaart niet van elkaar af of is die stevig genoeg om zichzelf bij te houden? Hangt er een beetje vanaf welke mica je gebruikt. Degene die ik hier heb gebruikt... deze, dat is gewoon echt een hele stevige mica. Hij gaat wel een klein beetje, kan die bol gaan staan. Mocht je dat vervelend vinden, heb ik straks nog een techniekje, daar laat ik zien van, om dat te voorkomen. Maar ik zelf vind dat niet heel erg, want hè, dit gaat dan, ik zal hem even laten zien hoe hij dan een beetje gaat staan. Dan gaat hij een beetje zo staan. Maar ik zelf vind dat niet zo heel erg storend. Maar hij blijft gewoon prima staan. Als hij zo, en ook als hij dadelijk helemaal... nou ja, beplakt is met allerlei spul, dan ziet dat er gewoon nog helemaal prima ziet dat eruit. Goed, deze wil ik dus hier plakken, maar die wil ik op mijn achtergrond plakken. Nou, die achtergrond had ik net al laten zien. Dat is deze. En dit is dus een beetje gepuzzel nu. Even kijken, want nu wil ik dat ik hem doorheen zie. Zo. En ik wil ze een beetje ongelijk, wil ik ze een beetje ophangen. Dus ik kijk nu eerst een beetje van, hoe wil ik ze ongeveer hebben.
Zo. Ietsjes meer naar de zijkanten. Zo. En dan. Zo. En dan doe ik dit inderdaad niet handig. Want meestal doe ik dus eerst waar ik het ongeveer wil. Doe ik eerst aan de achterkant een stukje tape. Maar goed, laten we nu vanuit gaan dat dat hier is. Dan plak ik aan de achterkant een stukje tape naar beneden. Ik ga hem zo aan de achterkant laten zien hoor. Die was ongeveer hier. Dus dan plak ik hier die naar beneden. Even kijken of die nog klopt. Even in mijn achterkantje goed neerleggen. Op de kaart. Zo, ik ga hem nu stuk voor stuk doen, want anders dan is dat eigenlijk helemaal niet handig. Maar ik wilde een beetje kunnen zien van hoe ver komt het van elkaar af. Zo, nou, ik hou hem hier nu vast. En dan zie ik dat mijn tapeje eigenlijk iets te ver naar de kant zit. Dus ik doe nu even zo. Dan leg ik hem neer en dan weet ik nu dat ik hem daarnaast wil plakken. Dus dan plak ik mijn tweede tapeje er gewoon overheen. Ben ik toch ergens van gedachten weer veranderd met het plakken. Zo, kijken of die goed zit. Ik kan hem nu nog vrij makkelijk kan ik hem verplaatsen. Ja, die zit mooi. En dan gaan we datzelfde doen bij de tweede. Blijf liggen. Het is eigenlijk veel makkelijker, bedenk ik me nu, om dan eventjes deze met die heerlijke verwijderbare tape aan de onderkant vast te plakken. Ik zal straks laten zien hoe ik het hiervoor heb gedaan en dan snap je waarom ik dit niet eerder heb hoeven doen. Zo. Kijk, dan kan die nu niet meer wegvallen. Kunnen we deze even kijken hoe we hem willen? Ja, ik vind hem wel leuk zo. Hoppatee. En weer dicht. En weer kijken. En dan zie ik dat ik deze eigenlijk net iets te hoog heb geplakt nu. En die kan ik dus nog heel makkelijk ietsjes laten zakken. Ik ga hier gewoon lekker de hele tijd mee friemelen tot ik denk, ja, dat is oké. Kijk, en nu zie je ook waarom ik hem iets lager heb geplakt. Kijk, want nu, dat touwtje komt er ook boven langs. En hoe meer hier tussen gaat komen, hoe moeilijker die kaart goed dicht gaat. En hoe lelijker het ook gaat worden. En door het aan de bovenkant al een stukje af te halen, voorkom je dat. Dan krijg je daar dus eigenlijk gewoon verder geen problemen mee. Zo, deze mag weg. Want deze zit er nu vast. En die hele kaart mag nu vast. Ga ik nu ook gewoon lekker met mijn tape doen. Ik bedacht net van, oh, ik moet mijn tape nog navullen. Ik heb altijd die fijne taperoller. Maar dat ben ik dus vergeten. Dus ik doe het lekker met losse tape allemaal. Hoppatee. Nou, ik wil het graag ook wat over het midden, dat ik zeker weet dat hij goed vast zit. Dit is trouwens een achtergrond met distress inkt die ik had gemaakt. Die had ik nog liggen, maar je kan ook, hoe heet dat, eigenlijk gewoon elk designpapiertje gebruiken. Of nog weer andere manieren, en dat is gewoon lekker met stempelen. En dat ga ik straks dan laten zien bij mijn andere voorbeeldjes die ik al klaar had. Zo. Even kijken. Ja. Ik zie iemand vragen. Je kan ze toch ook echt laten hangen? Gewoon een klein gaatje boven in de rug. Ja, dat kan. Maar dan is mijn techniekje weer niet verstopt. Dus dan zie je waar die touwtjes zitten. En dat vind ik weer niet leuk. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Maar zeg jij van, hey, ik vind het leuk, want dan zit dat touwtje aan de bovenkant. Of ik weet een andere manier om dat weg te werken. Dan mag dat uiteraard ook. Maar ik vind het zo leuk. Weet je, straks is het ook. Het gaat erom dat ik het basismodel weer terug wil zien.
Dat vind ik leuk als jullie dan je kaarten ook gaan posten. Maar hoe je hem helemaal precies in elkaar zet. Ik zit nu ook wat anders te doen als ik hiervoor heb gedaan. Nou, als ik dit in elkaar ga zetten. Dan zet ik ze allebei neer. Ik voel met mijn vingers aan de zijkant of ze tegen elkaar zitten. En dat gaat niet goed. Dus ik haal hem voorzichtig nog even los. Als je hem nog niet hard hebt aangedrukt, dan lukt dat over het algemeen nog wel netjes. Ja. Nou, ik ga het nu liggend doen. Ik weet niet waarom het staand nu niet lukt. Normaal doe ik het altijd staand. Even mijn sterretjes opzij. Even kijken, zo kan het ook wel. Ik weet niet of mijn hoofd nu in de weg zit. Hoppatee. Deze gaan naar de voorkant. En dan kan ik hem nu naar boven aanduwen. Kijk, en nu kan dus niemand meer zien waar mijn touwtjes zitten. En dat vind ik dus leuk. En als die dan zo staat, en dat kan ik echt gewoon niet laten zien aan jullie, hè. Maar als die er staat, hangt het zo in het midden. Dat is het moeilijke, als je dat zo laat zien, hè. Dat zou handig zijn als ik dan net als morgen ook een camera op mijn gezicht had. Want dan konden jullie het wel zien. Maar goed. Jullie moeten me maar geloven dat hij echt heel leuk in het midden hangt. Zo. Nou, ben ik al, zoals ik zei, echt van het verbergen van mijn technieken. En dit vind ik dus echt lelijk. Dus. Daar komen deze bij te pas. En dan moet ik even kijken welke waarvan was. Deze is van boven. En deze is van hier. Ja, dus dan plak ik eerst deze op. Zo. Nou, geeft helemaal niks hoor, Astrid, dat je voor je beurt praat. Het is gewoon een ander idee. En wat ik zeg, het kan ook best, want het kan best leuk zijn als je je touwtje hier naar boven laat komen. En dat je dan, zeg maar, van die twee touwtjes hier bovenop nog een strik maakt, wat dan weer naar beneden komt te hangen. Dus het is gewoon een ander idee. En dat kan ook. Maar als ik ze inderdaad gewoon op de achtergrond had geplakt, dan had ik eerst mijn dingetje gewoon opgeplakt. Maar dan had ik ze ook niet aan de achterkant helemaal mooi geprobeerd te maken. Want als ik ze opplak, dan maakt het me echt niet uit hoe je de achterkant ziet. Maar als je je kaart open kan maken, dan vind ik het dus wel heel belangrijk. Nou, dan gaan we weer proberen om het uit te lijnen. Goed hier aan de onderkant. Hopen dat hij recht zit. Zo. Kijk, omdat ze dus even groot zijn, past dit gewoon perfect op elkaar. En dan hebben we deze. Als ik deze nu doe, dan komt die precies in de vouw terecht. Omdat die precies even lang is. Nou, dat ga ik dus weer voorkomen. Omdat die dan weer moeilijker te sluiten is. En dan ga ik er net weer een millimetertje weer afhalen. Dat kan ook altijd heel mooi trouwens met die kleine snijmachientjes. Kan je ook heel fijn van die zo'n millimetertje eraf halen. Maar ik ben momenteel erg van het gebruik van mijn hakketje. Dus ik doe het lekker met mijn hakketje. Zo. Even kijken. Dit is voor mijn doen echt een ongelooflijk drukke achtergrond, hè? Maar doordat straks die witte vlakken ervoor komen, vind ik het toch ook wel weer gaaf. Dan wordt het weer ietsjes rustiger en dan kan ik het wel handelen. Zo, dat hij een beetje de punt ingaat. Hoppatee. Nou, nu is hij dus, ik zal hem nog even laten zien, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hij is nu net iets korter, waardoor je de vouw, die blijf je nu nog hier zien. En daardoor wordt hij ook niet zo achterlijk dik in die vouw. En dat werkt gewoon altijd veel prettiger, vind ik. Je kaart blijft beter staan als er niet zoveel in zit. Ah, ik heb een vlek gemaakt. Nou, gaan we kijken of we die zo wegkrijgen. Ik weet niet waar ik die dan weer vandaan heb gehaald. Zo, hier weer uitlijnen en dichtmaken. Het ziet eruit als een inktvlek. Dus ik zoek even mijn dingetje. Nou zit het bovenin achterin, dus ik vind het eigenlijk niet zo heel erg.
Maar ik vind het toch wel een klein beetje zonde, dus... Nou, zien jullie hoe goed dit weggaat met zo'n gum? Dat is dan weer het leuke, hè, van zo kunnen laten zien. Zo. Nou, het is nu echt nog minimaal. Weet je, ik denk dat ik heb hier met inkt gespeeld. Ik denk dat ik het daar vandaan heb gevist. Eventjes een doekje eroverheen doen voordat ik er nog meer in leg. Het kan best zijn dat ik het niet helemaal goed schoon heb gemaakt. Want ik heb er alleen een droog doekje overheen gedaan. Zo. Hoppatee. Zo. En dan kan ik met mijn vouwbeentje weer even netjes zo die punt pakken. Dat hij net wat strakker blijft staan. Zo. Goed. Nou, mocht je dus zeggen, ja, ik vind het echt vervelend dat hij zo bol gaat staan. Dan hebben we daarvoor verschillende manieren. Of tenminste, verschillende manieren. Ik heb er twee voorbereid. Ik heb twee variaties voorbereid. En ik wist nog niet welke ik nou het leukste zou vinden om ervoor te doen. Ik heb deze bomen gebruikt. Ik heb ze vorige keer ook al laten zien tijdens mijn live. Dat zijn deze van Simon Hurley. Het is eigenlijk een achtergrondstempel. Ik heb hem ook als achtergrondstempel heb ik hem gestempeld. En toen heb ik hem geëmbost. En daarna heb ik ze losgeknipt. En heb ik langs de rand aan één kant. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Ik denk het wel. Wacht, we doen het even met de witte achterkant. Kijk, heb ik net een beetje inkt gedaan, waardoor er wat leven in komt. Maar ik heb ook hele witte bomen. Oh nee, dat vind ik helemaal niks. Hoppatee. De keuze is meteen gemaakt. Ik wilde zeggen, wat vinden jullie? Maar ik heb het zelf bedacht. Kijk, en doordat ik dan hier bomen overheen ga plakken. En dan straks ook nog een stempel erbij die ik hier ook ergens had liggen. Oh ja, deze. Doordat die bomen hier overheen gaan, dan krijg je mica krijgt dus meer steun. En dan blijft het nog steviger staan. Ik moet zeggen, ik heb het idee dat de manier waarop ik het nu doe, dat het mica wat slapper staat als de andere techniek. Maar ik weet niet zeker of dat het, ja, of dat daaraan ligt of niet. Maar... Goed. Dus, mijn boompjes, die wil ik hier gaan opplakken. Als ik nou wit op de achtergrond heb, dan kan ik heel netjes... Oh, dat was die lijm die ik niet wilde doen. Die stond gewoon netjes op zijn plekje natuurlijk. Goed, ik ging dus zeggen, als het dus wit is aan de achtergrond, dan pak ik liever deze lijm. En dan doe ik die uitsmeren met mijn vinger. En dan zie je er straks bijna niks van terug aan de achterkant van de kaart. Waardoor ik er dus geen extra boom aan de achterkant moet doen om te zorgen dat het weer verstopt is. Geeft wel weer meer extra stevigheid, ook als je aan de binnenkant ook nog weer een boom doet natuurlijk. Ja, zeker geweldige stempel, hè. Hij was vorige keer helemaal uitverkocht, maar hij is nu weer flink op voorraad. Omdat hij echt wel heel populair was. Nou ja, het leuke is gewoon dat het is een hele achtergrondstempel. Maar als je zegt, ik wil maar één boom stempelen, dan kun je ze uit elkaar halen. Ik heb dat vorige keer ook laten zien, maar ik zal het straks nog even laten zien voor de mensen die het vorige keer niet hebben gezien. Het is eigenlijk wel een goeie om dat even zo te laten zien. Even aandrukken. Kijk, en dit gaat echt heel erg wegtrekken, die lijm hier. Maar als je hier tape doet, dan zie je echt zo'n hele streep lopen. En dit gaat zo wegtrekken, dat zie ik gewoon dadelijk haast niet meer. En dan vind ik het goed. Dan hoeft er niet iets extra's overheen. Kun je het stukje over de mica niet zonder lijm doen? Jawel, maar dan geeft het niet die extra stevigheid, ben ik dan weer bang. En misschien ook wel. Maar als het zo kan, dan vind ik dat ook niet erg om het zo te doen. Behalve dat ik nu echt lijmvingers heb. Maar daar kom ik ook wel weer vanaf. Zo. En als het goed is, waren niet alle bomen nog op maat. Maar dat geeft niet. Die doe ik gewoon daarna afknippen. Zo. Hoppakee. Even mijn lijmvingers ontlijmen.
En dan zal ik even die stempel erbij pakken. Dan kan ik laten zien wat ik bedoel. En dat is dit. Kijk, het is in principe één achtergrondstempel. Maar je kan deze heel makkelijk uit elkaar halen. Kijk, ik heb hier 1, 2 losse bomen. En dan heb ik hier 2 bomen die met elkaar zitten. En ik heb hier 3 bomen. Dus als ik nou bijvoorbeeld zoals ik het hier heb zou willen stempelen, dan kan dat ook, hè? Want dan heb ik hier 2 bomen en hier 1 boom. Of als ik zeg, nou, ik vind het leuk als er eentje schuin staat, kan dat ook. Er kan gewoon echt heel veel doordat je het uit elkaar kan halen. En zeg je dan, ja, maar ik wil het nu weer gebruiken als achtergrondstempel. Ze hebben van die hele rare vormen hebben ze gebruikt. Waardoor je het nu dus zo weer in elkaar kan duwen. En dan heb ik weer een complete achtergrondstempel. Dus dan kan ik weer op deze manier kan ik hem gebruiken. Echt super geweldig. Echt wel een van mijn favoriete nieuwe stempels dit. In wat voor hoesjes heb jij je stempels opgeborgen? Nou, eigenlijk, ik berg ze niet op in hoesjes. Mijn achtergrondstempels die heb ik gewoon in het originele hoesje. En daar heb ik de bovenkant van afgeknipt. Dus dit is gewoon nog de originele onderkant. En ik heb de bovenkant eraf geknipt. Heb ik eerlijk gepikt van Simon Hurley. Die deed dat en toen dacht ik, oh, dat is echt geniaal. Want om een stempel hierin weer in te duwen, dat is echt waardeloos. Dus ik doe ze eigenlijk zo bewaren. Of zoals ik bijvoorbeeld mijn Carlijn-stempels en mijn andere stempels die allemaal diezelfde grootte hebben. Die heb ik gewoon allemaal los achter elkaar in een bakje staan. En ik zie de vraag welke lijm ik gebruikte. Ja, eigenlijk zoals altijd de lijm van Gluetube. Ik vind hem heel fijn. Behalve die andere nu even, want die doet het nu even niet. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik ga straks uitvissen waarom die het niet deed. Zo. Nou, en dan was dus mijn idee dat ik deze hier ging plakken. En dan bedenk ik me nu dat ik niet nagedacht heb hoe ik mijn tekst ga doen. Ik had klaar liggen deze. Van Carlijn Design. Ik zal er even wat wits achter doen. De elegante kerst. Ja, prettig kerstdagen aan de bovenkant vind ik niet leuk. Dus dat gaat toch een bannertje worden. Denk ik zo. Maar weten jullie? Dit was eigenlijk het belangrijkste wat ik wilde laten zien nu hiervan. Dus mijn tekstje die ga ik dadelijk gewoon eventjes lekker embossen. En dan ga ik ondertussen laten zien wat ik nog meer had. Want ik heb nog wat techniekjes die ik jullie wil laten zien. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik kan de stempel niet vinden op de site. Hebben we het dan over die bomen van Simon Hurley? Ze staan bij stempels en dan bij diverse. Maar ik ga ze straks ook allemaal weer linken onder het YouTube filmpje. Als ik weer klaar ben, zet ik alles op YouTube. En dan zet ik daaronder ook weer de linkjes. Dus als je zegt, ik kan het niet vinden, wacht dat dan even af. En dan kun je hem wel makkelijk vinden. Dus deze leggen we even opzij. Hier had ik nog eventjes voor de mensen die later binnen zijn gekomen, had ik de maten staan 21,5 bij 14,5. En die had ik gerild op 7 centimeter. En dat is dit stukje plus tot hier. Daarna 7,5 bij 4, of 7 bij 14,5. Dat was het tweede stukje. Die heb ik op elkaar gelegd, want die waren even groot. En die heb ik dwars doorgesneden. En vervolgens heb ik de rest van mijn kaart in elkaar zitten freubelen. Dan ga ik nu laten zien hoe ik het eigenlijk eerst heb gedaan. Ja. Nou ja, dat klopt niet helemaal met hoe ik het nu ga laten zien. Maar ik had dus gewoon een, in dit geval was het geloof ik 14 centimeter, maar mijn allereerste waren 15 centimeter. Ja. Had ik gewoon 15 centimeter kaart en die heb ik dus dubbel gevouwen. Vervolgens heb ik dus mijn Mika, heb ik 15 bij 17 gemaakt, gerild op 2 centimeter. Dat heb ik 2 centimeter aan de achterkant geplakt en het eroverheen, of het zo ertussen geplakt en dan deze dicht. Daardoor heb je aan de achterkant, krijg je dus twee kaarten, of twee lagen op elkaar, waardoor de achterkant ook super stevig wordt. En dan krijg je dus een hele mooie strakke vouw hier aan de bovenkant van je Mika. En toen heb ik vervolgens deze, ja, ik ga dit even loshalen, want dit is dan
stel je even voor, hier zit die dat streepje, hè? Dan zit die zo. Vervolgens heb ik deze gewoon los twee stukjes eroverheen geplakt. Dus ik had gewoon een stukje van 7 bij 15 op mijn eerste kaarten en bij deze dan 7 bij 14. En die heb ik in twee gedaan. Deze heb ik met een stansje gedaan en die vond ik eigenlijk heel stom. Dus daarom heb ik hem niet meer afgemaakt. Ik dacht van, nou, dit vind ik dus echt helemaal niks. Dus die ga ik niet meer gebruiken. Maar omdat ik hier een ander techniekje had gebruikt, dacht ik, ik moet hem toch nog even bewaren. Ik had namelijk bedacht dat het ook heel leuk was. Kijk, we hebben nu hem van bovenaf gemaakt. Maar het is ook heel leuk als je hem zo rechtop hebt. Dus daar was ik ook mee gaan spelen. Dat kunnen jullie ook doen. Alleen dan kun je uiteraard niks in het midden hangen. Maar dat is wel een, nou ja, andere variatie die ook weer leuk is. Door dan zo'n transparante banner ertussen te hebben. Ik denk dat ik daar van de week nog een kaartje mee ga maken. Want dat is er niet meer van gekomen. En vind ik eigenlijk super leuk. Als ik dit nu zo voor me zie, dan denk ik, ja, waarom heb ik dat nog niet gedaan? Echt leuk. Ja, goed. Dat moet ik dan de volgende keer dus maar doen. Maar goed, ik had dus ook bedacht dat je ditzelfde ook kan doen, dat die van de zijkant komt. Dus dat je hem zo hebt. Als je dit nou met mica doet, dan is hij ook nog super stevig zo. Dat is ook leuk. Maar ik had deze nu dus gemaakt als idee om rechtop te zetten. Ik zit echt drie dingen door elkaar te vertellen, geloof ik. Deze heb ik gemaakt in plaats van mica, heb ik die met een kaartenzakje gemaakt. Ik heb dus gewoon weer diezelfde maat aangehouden. Dus ik heb mijn mica gesneden en dan is het makkelijkste om steeds te snijden van de kant waar je zakje dicht zit. Dus als ik hier mijn zakje heb, heb ik dus steeds aan deze kant gesneden. En aan deze kant, want dan hou je wat stevigheid en dan kun je het makkelijkste snijden. En vervolgens heb je dus aan deze kant heb je extra lengte over om te vouwen. Is dat een beetje logisch of niet? Maar ik dacht, weet je, als je nou geen mica hebt, dan kun je het dus op een andere manier proberen. En dit is dus zo'n manier. Dat kan dus weer vanaf de bovenkant. Ho, laat ik hem zo doen. Zo, vanaf de bovenkant. En dan doe je je bannetjes zo. Maar je kan het ook vanaf de zijkant doen en dan de bannetjes zo doen. Want als je een kaartenzakje gebruikt, dan zou ik hem niet zo doen. Want dan gaat dit gaat echt inzakken. Kan wel met mica, maar kan niet met een kaartenzakje. Want dat zakt gewoon echt in. Maar dat waren dus mijn andere ideeën om het zo in elkaar te zetten. Is dat een beetje logisch of zeggen jullie van nou, Petra? Ja, je gebruikt inderdaad maar één laagje van het zakje. Tenzij je er een schutkaart van wil maken. Maar ik denk niet dat dat echt werkt. Wie weet wel. Het is wel een leuk idee eigenlijk. Maar je gebruikt maar één laag van het zakje inderdaad. Want ik heb hier inderdaad mijn ene laagje. En hier heb ik mijn andere stukje. Die kan ik dan voor een volgende kaart gebruiken. Dus die kan je gewoon ook weer bewaren. Dus dat is voor als je geen mica hebt. Heb je mica? Dan zou ik zeggen gebruik mica. Want het is gewoon wel iets steviger. Ja? Goed. Nou, dan had ik dus nog wat voorbeelden gemaakt. En daar wilde ik dan eventjes nog wat techniekjes bij laten zien. Even kijken. Met welke wil ik beginnen? Ik ga gewoon beginnen met de eerste die ik heb gemaakt. Dan heb ik een hele stapel van liggen van spulletjes die ik heb gebruikt meteen erbij. En een briefje voor mezelf wat ik over die kaart wilde vertellen. Dus, dat is deze. Oh, ik heb helemaal niet verteld waar dat hek van is, hè? Waar is mijn hertenstempel gezet? Hey. Ik heb nou toch niet alles klaargelegd? Mijn stempel zet weg. Of had ik hem wel laten zien? Nee, toch? Nee. Oh, hier is die. Kijk, hier is die. Kijk, dat is deze. Die heb ik dus ook nu. Of die ga ik ook voor deze gebruiken. Dat is die grote. Van SF Stamps is dat. Scrapbook Forever. En heb ik dus voor deze kaart heb ik dan deze gebruikt. Ik vind ze echt zo leuk. En die zijn er nog heel veel. Dus mocht je hem leuk vinden, zeker kopen. Hij is erg leuk.
En deze staat dus ook, nou, kijk, hier zie je, dit is dan met Mika en hij staat echt gewoon als een huis. Ik denk dat die andere misschien ook iets zwaarder is geworden doordat ik er nu een touwtje tussen heb gedaan. En vorige keer heb ik het met een visdraadje gedaan. Dat verschil gaan we zo bij de volgende kaart zien. En maar deze staat dus echt super stevig, gewoon puur met alleen het Mika. Nou, wat wilde ik hiervan laten zien? Ik heb hier, heb ik, die letters, die heb ik uitgestanst met deze. Het Retro Alphabet Trio van Elizabeth Craft Designs. Ik vind hem echt geweldig, omdat je dus hele grote letters hebt. Je hebt iets kleinere en je hebt nog kleinere. En nou heb ik volgens mij bij deze de grootste gebruikt, of niet? Nee, deze heb ik gebruikt. En bij de andere heb ik dan een maatje kleiner weer gebruikt. En dan kun je dus zo, ja, zoveel mee spelen. Het is gewoon één set en je hebt dan drie lettertypes. Ik heb hem al eerder laten zien, maar ik vind hem gewoon geweldig, dus ik wilde hem nog een keertje laten zien. En ik heb hem weer gebruikt, dus ook daarom ging ik hem weer laten zien. Deze, daar wilde ik een leuk techniekje mee laten zien. Dat is een nieuwe stans. En die is van Marianne Design. Heeft hij een naam? CR1506. Ik weet niet of die verder. Ik geloof niet dat het echt een naam heeft. Maar dat zijn dus die muzieknoten. En ik weet niet in hoeverre jullie dat goed kunnen zien. Maar ik heb hier dus zwart op geëmbost. En hoe heb ik dat gedaan? Dat vond ik even leuk om aan jullie te laten zien. Ik heb namelijk gebruik gemaakt van een tooltje die nu even niet wil komen. Ja, hier is die. De WOW Mixed Media Embossing Brush van Sat Epter. Die heb ik gebruikt. Even kijken, waar heb ik mijn embosspoeder? Die heb ik hier liggen. En een papiertje, dan kan ik het laten zien. Even kijken, ik zie staan, die heb je niet met Engelse tekst. Wat heb je? Oh, ja, de. Ik weet denk ik wat je bedoelt. Je bedoelt of deze niet met Engels tekst is. Nee, dit is een Duits merk. En die maken alleen met Duitse teksten, helaas. Maar goed, het is maar een heel klein tekstje. En ja, de meeste hebben wel heel veel kerststempels toch aan teksten. Dus ik vind het zelf niet zo erg dat er zo'n klein tekstje bij zit die ik dan niet gebruik. Want die sterren die zijn super geweldig om te gebruiken. En nou ja, die beestjes zijn echt super schattig. Dus goed. Muzieknoten. Ik heb hem twee keer uitgestanst uit zilver. En dan pak ik dit. En dit is eigenlijk is dit emboss inkt. En die kan ik nu. Nou, ik kan hem heel precies aanbrengen. Maar ik ga hem nu niet zo heel erg precies aanbrengen. Want dat komt vanzelf goed straks. Zo. En dan doe ik dus met een kwastje. Kan ik precies aanbrengen waar ik mijn inkt wil hebben. Zo, blop. Ik ben echt helemaal niet precies nu, maar dat maakt niet uit. Als het maar zit op de muzieknoten waar ik het wil hebben. Zo. Die weer dicht. Want dat wil, is iets dat wil je niet omgooien. Dat is echt zonde. En dan gooi ik daar mijn embosspoeder overheen. Ik heb hier de New Year's Eve van Emboss. En dan zie ik dat ik of mijn inkt niet goed heb aangebracht of dat ik erg ernaast gooi. Ik heb het niet helemaal goed aangebracht. Geeft niet. Ga ik hem zo corrigeren. Daar komt, normaal kan ik door mijn licht precies zien hoe ik het aanbreng. En nu zat ik zo'n beetje in de lucht te zwabberen. Ik had hem ook gewoon even neer moeten leggen. Dan gaat het makkelijker natuurlijk. Maar ik wilde mijn papiertje nog schoon houden. En daar ben ik nu dus voor afgestraft. Deze inkt verhit je van onder. En ik kan echt heel slecht zien nu of het smelt of niet. Ja, ik kan het zien. Dat komt door de manier waarop mijn lamp hangt. Want normaal kan ik het perfect zien. Dan gebruik ik echt de lichtval om te zien of dat het goed zit. Als ik hem nu omhoog hou, kan ik dat ook zien. Ik weet niet of jullie het dan ook nog kunnen zien, maar anders zie ik het niet. Zo. Hoe heet dat ding nog eens? Ik denk dat we het over deze hebben. De WOW Mixed Media Embossing Brush. En hier zit dus gewoon embossinkt zit daarin. Waar je dus lekker mee kan gaan spelen. Nou, ik laat dit. Dit is ondertussen afgekoeld. Want dat gaat eigenlijk heel snel.
En dan ga ik wel eventjes, doe het wel even op mijn matje, zo. Nu wel even aanduwen, die was eigenlijk goed. Zo, ik zit nu buiten beeld, denk ik. Maar goed, jullie hebben net gezien hoe ik dat heb aangebracht. Hè. Stelt niks voor, gewoon kwastje, net als nagellak. Je doet altijd eerst even zorgen dat de ergste inkt, dat die weg is. En net alsof we nagellak gaan aanbrengen, dat wil je ook niet met zo'n hele plup die dan ineens naar beneden komt. Dat doe je hier ook gewoon bij. Zo. Nou, doordat ik het dan nu een tweede laag doe, is het ook wel leuk. Want wordt hij ook wat dikker. En dat is ook wel cool. Zo. En dan ga ik die weer verhitten. Even weer omhoog dat ik het zie. Ja. Kunnen jullie het zo ook zien of niet? Ik heb zo'n vertraging dat. Kijk, ik heb het nu echt niet netjes gedaan. Ik kan het heel precies met het kwastje. Maar door de manier waarop ik het nu ga gebruiken, maakt dat helemaal niet zo uit dat het niet zo netjes is gedaan. Zo, ik gooi mijn poeder netjes weer terug in mijn zakje. Zakje dicht, dan kan die niet meer omgaan. Goed, nou leg ik hem even op het wit. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb nu, dit heb ik uitgeknipt. En daarbij is het dus belangrijk, dat als je dit doet, dat de basis die je embost, zeg maar, of het stukje wat je embost, dat die dus hetzelfde is als je ondergrond. Want doordat ik nu knip, krijg ik hier net wat kleine zilveren stukjes. En als ik die dan hier dadelijk opleg en opplak, dan is er niemand meer die dat ziet. Doe ik dit op wit, of zou ik dit op, nou, laten we even een gekke dwarsstraat noemen, zou ik dit op groen doen, dan gaat het dus niet werken, want dan ga je dus ineens gekke groene streepjes allemaal zien. Dat zou zonde zijn. Hoe vinden jullie die muzieknoten? Ik vind hem echt heel superleuk. Dit is echt wel een. Weet je, het is voor verjaardagen is het leuk, maar ook gewoon voor de kerst. Zo, ik knip nu alle stukjes ertussenuit. Alle notenbalkstukjes. Nog eentje. Zo, en vervolgens kan ik hem dus gewoon met een tipje lijm, kan ik hem hier opplakken. En dan springt hij echt naar voren, zoals je hier ziet. En dan komt het echt gewoon, ligt het echt op die notenbalk. En dat vind ik zo'n tof effect. Ik zie nog geen, is dit duidelijk? Vinden jullie het leuk? Ja, nou precies. Kijk, dit is toch hartstikke leuk. Merry Christmas. En dan zo. Ik zit dan in mijn hoofd als ik zo'n kaart aan het maken ben. Dan zit ik ook echt de hele tijd te zingen. We wish you a Merry Christmas. Ja, dus misschien kan ik volgende keer beter geen notenbalk gebruiken. Want dan ga ik raar doen als ik live ben. Maar vooruit. Maar dat is dus het idee en ja, daardoor is denk ik zo'n notenbalkje echt geweldig ook voor op kerstkaarten. Dus dat wil ik aan jullie laten zien. Ah, kijk, zie je, die gaat op de lijst. Ja, nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Die hoort er gewoon bij. Het is echt een, weet je, en hij is ook leuk omdat ik had er al wel eentje, maar die is heel stijf. Die is helemaal recht. En ik vind deze zo leuk dat hij zo sierlijk is, zonder dat hij te sierlijk is, want dan is het weer niet zo mijn ding. Goed. Even kijken. Dus dat wilde ik laten zien. Oh, ik had hem twee keer. Had ik hem trouwens extra uitgestanst en geëmbost. En muzieknootjes daarvan heb ik nog weer op mijn kaart geplakt. Vond ik leuk. Nou, toen heb ik, omdat je hier dus de achterkant ziet, die kun je gewoon helemaal wit houden. Je kan hier juist heel veel kleur doen en dan de achtergrond wit houden. Dus precies het omgekeerde als wat ik daarnet heb gedaan, hè. Dus maar net wat je zelf leuk vindt. Maar als hij zo heel wit is. Dus ik hou er op zich wel van. Een beetje wat strakke kaart.
Maar als die dan zo heel wit is, dan vind ik het toch wel leuk om er dan iets achter te hebben. Want anders is die wel heel saai. Kijk, dan krijg je een beetje. Dan krijg je dit zo. Dan is die wel heel erg strak. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb dus verschillende stempels gezet. Onder andere deze stempel van Marianne Design. De Texture Stamps Script. En dan van die lekkere onleesbare tekst. Wat heb ik daarmee gedaan? Ik heb hem niet normaal gestempeld. Ik heb wel normaal gestempeld, maar ik heb niet normaal geïnkt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb mijn inkt heb ik gepakt. En ik ga even kijken of ik zo het verschil kan laten zien. Kijk, normaal doen we dit, hè, als we willen inkten. Maar ik heb dus eigenlijk alleen maar zo'n beetje heen en weer geveegd nu. En dan pak ik even het blaadje waar ik net op geëmbost heb. Als ik dan nu ga stempelen. Nou, dit gaat geen perfecte stempel worden, hè, mensen. Maar het gaat even om het idee te laten zien. Zo, en dan heb ik te hard geduwd. Dat dacht ik al. En dan zie je dus geen verschil tussen de beide kanten. Goed, als je heel licht inkt. Als je heel licht heen en weer gaat. Dan wordt deze kant had dus lichter moeten worden. Dus ik ga hem nu nog even nog een keertje goed doen. Zo. Kijk, over deze kant echt alleen een beetje zo heen en weer vegen. Je kan er dan ook voor kiezen om hem ook nog eens gewoon heel zachtjes maar te laten vallen. Dat werkt ook. En dan krijg je dus echt een hele lichte afdruk. Dat maakt het niet heel strak en ja, scherp. Maar dat maakt het juist dat het voor de achtergrond wel gewoon kan. Juist omdat het alleen maar is om net een klein beetje dat extra te geven aan de kaart. Zo. En dat heb ik dus met verschillende stempels gedaan. Ik heb ook mijn sterretje gestempeld. En die heb ik dan gestempeld. En nog een keertje gestempeld. Waardoor die dan steeds lichter wordt. En zo heb ik allemaal verschillende nou ja, textuurtjes heb ik een beetje gestempeld. En daarna nog een doedelrandje eromheen. Dus dat was eigenlijk mijn allereerste kaart. Oh ja, en de lettertjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. In het echt zie je het wel heel goed. Maar dat is dus uit dit designpapier gedaan. Ja, mensen, ik heb weer designpapier gebruikt. Ik was weer heel trots op mezelf. Kijk, er zitten net wat hele kleine stukjes geel er tussendoor. Maar dat breekt net weer. In plaats van dat ik, ja, wat ik meestal doe, dan helemaal even gebruik. En dat is dus ook weer uit een blokje van Langfam. Wat dus helemaal niks met kerst mee te maken heeft. Hello Sunshine. En dat kun je dus ook gewoon gebruiken op een kerstkaart. Leuk toch? Even leuk. Dat was alles van deze kaart. Waren er over deze nog vragen? Ik heb het geloof ik niet gezien. Wat mensen die weg moeten en volgende keer verder kijken. Oké. Nee. Zo. Nou, dan heb ik deze. Wat wil ik daar? Oh ja, deze. Dan heb ik deze allemaal voor gebruikt. Kijk, hier heb ik dus mijn eerste probeersel met dat hangdingetje gedaan. Kijk, en deze heb ik dus aan een visdraadje gehangen. Ja, dat gaan jullie niet zien. Maar dat komt omdat het visdraadje ontzettend dun is. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook raar. Want dan hangt hij een beetje zo in de lucht. Dus vandaar dat ik nu een touwtje heb gebruikt. Maar misschien moet je daar eigenlijk een tussenweg voor hebben. Want dat touwtje maakt de kaart natuurlijk wel zwaarder. Waardoor die wat makkelijker doorzakt. Denk ik. Goed, wat heb ik hier gedaan? Die achtergrond heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan. Deze vind ik wel echt super leuk. Dat wilde ik al even vertellen. Kijk, dat is van deze. Mochten jullie deze leuk vinden, dan zou ik zeggen rennen naar de webshop. Want er zijn nog 4 van deze stempelsets. En daarna zijn ze op. En op is op. En ik vind hem dus echt geweldig. Wat heb ik gedaan? Ik heb met deze, die heb ik gestempeld. Die heb ik 1 keer gestempeld op een papiertje wat ik blauw had gekleurd met inkt. En 1 keer gestempeld op papier wat ik groen had gekleurd met inkt. Toen heb ik die blauwe, die heb ik uitgeknipt aan de buitenkant. En vervolgens heb ik die groene stukjes, die heb ik allemaal los uitgeknipt. Dus heb ik allemaal alleen de, ja, zeg maar de eilandjes, die heb ik toen uitgeknipt. En die heb ik opgeplakt op die blauwe. En dat kon ik zien waar dat het moest. Omdat ik hem hier ook gewoon op had gestempeld natuurlijk. En daarna heb ik wel, ja, ik had deze. Maar ik dacht, dat is niet handig om hem dan op te kunnen hangen.
Maar deze is, als je hem stempelt, is die ook heel erg leuk om gewoon erboven te stempelen, want dan heb je ook gewoon een haakje. Maar dit is dus weer het haakje van die Carlijnzet. En dan dat muisje erbij. Is die niet super schattig? Ik vind hem echt heel leuk. Je kan hem ook zo stempelen dat hij in die Globe standaard komt te staan. Wereldbol standaard, hoe noem je zo'n ding? Je kan deze er overheen stempelen. Je kan er lampjes overheen stempelen. Ik vind het echt een geweldige set. Maar zoals ik zei, er zijn er nog maar 4 van. Hij is van Create a Smile. Die vind je ook in de webshop. Dus mocht je hem leuk vinden, dan zou ik gauw gaan voordat hij uitverkocht is. Nou, hier heb ik op de voorkant, had ik zo'nzelfde achtergrond als wat ik heb gebruikt op mijn kaart van vandaag. Alleen heb ik er toen mijn lettertjes uitgehaald, waardoor ik dus heel veel kleur heb hier. Toen dacht ik, ja, ik vind hem toch nog wel erg kaal. Dus toen heb ik hier die hoekjes, pardon, heb ik ook nog van hetzelfde papier, heb ik dat uitgesneden en erbij geplakt. Waardoor het weer meer één geheel werd. En toen heb ik nog deze erbij geplakt. Dit zijn van Gummiapan zijn dit. Zij is dat een naam? Ja, de Star Stjarngem of zoiets. Snap jullie? Hey, dit zijn dus gewoon paperclipjes in de vorm van een ster. Die heb ik er dus zo tussen geklemd. Deze had ik volgens mij... Oh, nee, ik heb hem wel vastgeplakt. Zijn allebei vastgeplakt? Ja, zijn allebei vastgeplakt komen te zitten. Dus ik kan hem niet los laten zien. Maar aan de binnenkant zit dan ook zit dat sterretje. Hij is ook heel leuk om gewoon over vellum heen zelf zo te doen. Zal ik hem even uitstoten? Dan kunnen jullie zien hoe die echt is. Want hij is echt heel erg leuk. Ja. Ik heb die grote nog niet gebruikt, dus die grote die wil uiteraard niet los. Ja. Even een stukje restpapier pakken. Nou, mooie oranje is niet lelijk. Zo. Daar kun je ook zien hoe die dan komt te zitten, dat is wel leuk. Voordeel van zo'n sidekick, je kan even heel snel een klein stansje uitstansen. Zo. Kijk. Dan krijg je dus dit. En dan kan je hem dus zo als een paperclip, kun je hem ergens achter zetten. En dat heb ik dus hier gedaan. Tof is die toch? Jullie zijn wat stilletjes of mijn ding is weer vastgelopen? Ik houd erop dat jullie stilletjes zijn, want dat vind ik leuker. Als die vastloopt, word ik nooit zo blij van. Dus dit is van Gummiapan. En nou hebben ze daar ook, ga ik toch even laten zien, deze van. Kijk, gewone paperclips. Nou ja, dit is, of dit nou gewoon is, weet ik niet. Het is een beetje een apart model, maar hij is wel leuk. En ook echt gewoon een hele gewone paperclip. Ja, 2,50. Koop je toch. Die vind je dus bij Gummiapan. Echt leuk. Ik vind hem leuk. Zo. Had ik verder nog wat te vertellen over die kaart? Ja, nou hier had ik dus weer diezelfde letters ook weer gebruikt. Hè? Even kijken. Ja, dit zijn de kleine. Zie je wel, ik had het toch goed. Even kijken. De E. Ja. Dus ik had op mijn andere kaart inderdaad deze gebruikt. En op deze dan de kleinste lettertjes. Wat wel handig is, als je dat prettig vindt, is om voordat je het uit te stanst, om even aan de achterkant van je papier van die tape te plakken. Waardoor dat als je hem uitstanst, dat je hem gewoon op kan plakken zonder dat je hoeft te lijmen. Want het is wel super dun, zeker die hele kleintjes. En dan kan je ze wat makkelijker vastplakken. Nou, deze hoort hier niet bij natuurlijk. Dus dat is met deze set gedaan. En ook hier, nou ja, op de achtergrond weer verschillende stempels. Hier had ik ook diezelfde tekst weer gebruikt. En ik heb ook een nieuwe stempel gebruikt hier. Net wat kleine stukjes van deze. Dat is ook weer van Gummiapan. Zo'n hele, nou ja, als achtergrond kun je hem gebruiken. Maar ik heb daar maar hele kleine stukjes mee gedaan. Ik vond het wel leuk dat het van hele kleine puntjes naar grote puntjes helemaal gaat. Kijk, hier zie je die hele kleintjes en hier hele grote. Vond ik wel leuk. En die sterretjes hier op de achtergrond, die zijn weer van deze stempelset. Zo vind ik het altijd wel leuk dat je zo heel veel sets bij elkaar allemaal kan gebruiken. Zo. En dan heb ik hier deze. Nou, dit is dus nog zo'n hele leuke stempel.
En van wie was de wereldbolstempel? Create a smile. Als je in de webshop kijkt, dan moet je niet naar stempels gaan, maar gewoon bij alles weergeven. En daar heb je het kopje Create a smile. En daar zit hij bij. En daar is deze ook van, Create a smile. Deze heet From My Nest. En ook hier zijn er nog maar een paar van. Laatste staan in de webshop. Dus als je zegt, ja, maar ik wil hem in de winkel ophalen, doe hem dan even via de webshop bestellen en afhalen in de winkel. Want anders zou het kunnen zijn dat je eventueel misgrijpt. Want hij is wel superleuk, ook deze set. Ik ga hem even zo in de achterkant laten zien. Een vogeltje met een lampjeslingertje in de bekje. Hier een vogeltje die er handjes aan het warmen is. Klein vogeltje, groter vogeltje. Vogeltje met een sterretje. En dan dit huisje. En dan hebben ze er ook streepjes bij gedaan waar je dan paaltjes mee kan maken. Zodat hij op een paaltje staat en dat je het vogeltje ernaast doet. Of dat je het vogeltje naar het huisje laat rennen alsof hij hem nog verder gaat versieren. En er staat bij Tweet Tweet How Are You? Heel erg leuk, want dat kun je dus altijd gebruiken en niet alleen voor de kerst. En Winter Wishes for My Nest. Ik vind hem leuk. Goed, die heb ik dus weer gecombineerd met die hele leuke bomenstempels. Hier heb ik hem op de achtergrond gestempeld als achtergrondstempel, zoals ik net ook heb laten zien. Gewoon over de achtergrond, plop, gestempeld met tumbled glass. Ik dacht, dan doe ik gewoon normaal stempelen, maar met een lichte kleur. Daarna heb ik wat gespetterd met oxidespray. Omdat het anders toch wel wat saai werd om hier nou teksten overheen te doen, vond ik niet zo heel erg leuk. Dus vandaar dat ik die zo heb gedaan. En ook hier overheen zitten dan weer diezelfde bomen. En dan met een embosrandje. Deze heb ik niet ingekleurd, omdat ik dat toen nog niet had bedacht. Maar misschien was het ook wel leuk geweest. Maar ik vind hem zo ook wel heel leuk. Maar zo is het dus net alsof het vogeltje in het hele bos staat. En dan de fijne feestdagen is ook weer een stempel van Carlijn Design van de elegante kerststempelset. Zo. Dus, volgens mij was dat alles zo'n beetje wat ik wilde laten zien vandaag. Mijn stapel is in ieder geval leeg. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik ga straks, terwijl ik mijn kaartje afmaak, ga ik thee, of ja, terwijl ik mijn kaartje afmaak, ga ik het filmpje weer op YouTube zetten. Onder het YouTube-filmpje heb ik, zoals ik net al zei, zet ik daarachter zet ik daaronder welke dingen ik allemaal heb gebruikt. En dan kun je ze direct vinden in de webshop. Onder welke naam? Het heet Timber met een uitroepteken. Maar ik weet niet hoe het in de webshop staat. Ik moet straks ook even zoeken. Maar ik ga ze dus in ieder geval linken. Oh ja, nog wel één ding. Kijk, want ik heb gezegd, hè, ik heb ze anders gemaakt. En als het goed is, kunnen jullie dat ook zien. Want ik had natuurlijk die dubbele kaart met daaruit dat Mika. En dat kunnen jullie ook heel goed zien, omdat ik ook hier ietsjes lager heb geplakt, dat hij weer goed kon vouwen. En waarom heb ik dat gedaan? Dat als ik hem dubbel vouw, dat ik nog even met mijn vouwbeentje, zo, echt puur alleen op dat Mika kan drukken. En door dat te doen, komt hij al een heel stuk steviger, blijft hij staan. Een strakke vouw is bij Mika ontzettend belangrijk. Als jij een beetje een slappe vouw hebt, dan, ja, ik weet niet hoe het komt, maar dan gaat het geheel gewoon een beetje slap staan. En door als die vouw alleen al strak is, dan komt die gewoon veel beter te staan. Even kijken, ik ga ze nu even neerleggen. Ik zie nog de vraag, waar vind ik het embossingflesje met het borsteltje in de shop? Ik denk bij gereedschap. En dan stempelen en dan embossen. Even kijken, ik ga even heel gauw kijken, want ik weet het ook allemaal niet, hè, mensen. Ik moet ook altijd zoeken. Even kijken, winkel. En dan denk ik dat ik het bij stempelinkt ga vinden. Kijken of dat werkt. Nee, nee, nee. Nee, wacht, we hebben een kopje embossen, geloof ik, of niet? Embossingpoeder staat hier daarbij. Ach, nee. Goed, ik moet ook even kijken. Dan staat hij, denk ik, bij gereedschap. Ik weet niet of iemand het ondertussen al heeft gevonden en heeft geantwoord, want ik ben nu aan het zoeken en nu zie ik dus niks.
Maar ik ga hem straks in ieder geval onder het filmpje ga ik hem even linken, want ik weet het echt ook niet uit mijn hoofd. Nee, hier staat hij ook niet. Ik weet dat hij erin staat, maar ik weet niet waar. Dus ik moet ook even zoeken. En anders dan vraag ik dat even na en dan zorg ik dat ik het zo wel weet. Zo, nou, dit is dus mijn kaart die om-af is. En dat zijn dus mijn vier voorbeelden. Nou, jullie mogen dus zelf weer weten welke maat je wil. Als je zegt van joh, ik vind een 10 bij 15 kaart vind ik leuker. Ik ga er een 10 bij 15 kaart van maken. Ook helemaal prima. Maar ik wil wel heel graag dat stukje mica ertussen zien, hè? En hoe je het dan doet, dat maakt me echt niet uit. Je kan hem ook weer, je mag hem ook zo verstevigen. Maar ik wil wel echt kunnen zien dat je wel zo dat mica gebruikt. Want dat is toch wel heel erg leuk. En verder, ja, doe lekker je eigen ding. Van mijn part maak je hem rond. Als jij denkt dat dat kan, ook leuk. Kan allemaal. Wees creatief, zou ik zeggen. Hè, ik laat altijd wat dingen zien. En dit is gewoon allemaal, ja, mijn stijl. Dat zijn de dingen die ik leuk vind. Maar het is op zoveel manieren te maken. En dat vind ik echt nou ja, vind ik echt geweldig om te zien al die foto's van jullie. Dat dan zo'nzelfde model. Kijk, sommigen die pakken een beetje hetzelfde op zoals ik hem heb gedaan. En dat vind ik ook leuk. Hè, dat vind ik alleen maar een eer als mensen dat doen. Maar sommigen die maken er gewoon een hele eigen kaart van. En gewoon met je eigen stijl erin. En dat vind ik dus echt leuk om te zien. Dat dan gewoon één zo'n model op zoveel manieren gedaan kan worden. Kijk, want hier heb ik het ook, hè. Ik heb hier deze die kant op. En ik heb hem die kant op gedaan. Maar je kan ook een golfje knippen of stansen. Of weet je, of als je zegt van nou, weet je, dat schuine, dat Peter, het is leuk dat jij dat leuk vindt, maar ik heb daar helemaal niks mee. Dan doe je hem gewoon recht. Kan ook. Kan allemaal. Dus jullie mogen lekker zelf gaan kijken. Ik ga lekker stoppen. Ik ga mijn filmpje downloaden. Ik ga zorgen dat hij op YouTube komt te staan. Ik ga zorgen dat ik alle linkjes vind en dat ga ik eronder zetten. Mocht er dan toch nog iets zijn wat je niet kan vinden, stuur dan altijd even een berichtje naar bestellingen@doording.nl en dan zoeken ze het voor je op. Ik zal wel zeggen, als deze uitverkocht zijn en deze, dan haal ik de link wel weer weg. Want anders dan, ja, die link loopt dan toch niet meer door. Dus die twee waar er nog maar heel weinig van zijn en waarvan ik dus weet dat die niet meer aangevuld gaan worden. Kijk, alle andere dingen die op zijn, dat wordt weer aangevuld, maar deze gaan niet meer aangevuld worden. Dus dan, ja, dan haal ik die gewoon weg. Zie je die niet, dan weet je dat die dus op is. Goed, ik zie verder geen vragen meer voorbij komen. Dus dan ga ik afsluiten. Ik hoop jullie kaarten weer terug te zien in het album van april. Ik heb hem al aangemaakt, dus jullie kunnen je kaarten er weer in posten. Graag in het album weer, alsjeblieft. Want dan kan iedereen alles goed zien. Niet als los bericht en in het album, want dan krijgen we alles dubbel. Want zodra ik in het album op jou reageer en ik reageer bij iedereen, komt het dan ook weer in de tijdlijn en dan staat het allemaal dubbel erin. Dus losse berichten doen wij helaas niet toestaan. En ook eronder zetten, dat kan wel onder het album. In het berichtje wat daaronder staat, zeg maar. Maar dan is het voor mensen veel minder makkelijk te zien. En het leuke van het album vind ik gewoon, je opent dat album en je ziet al die verschillende soorten onder elkaar. En dat is gewoon echt heel erg leuk om te zien. Dus, ik hoop dat jullie weer meedoen. En dan zie ik jullie volgende maand. Tot 1 mei. Doei!